Ik ben op dit moment bij Gerry Wetzer. Want Gerry die belde mij op en die had toch zulke fantastische verhalen dat ik dacht, nou, daar moet ik meer van weten. En wat hij allemaal te vertellen heeft, dat wil ik ook met jullie verder gaan delen. Ja. Dus ik heb een lijstje gemaakt en daar heb ik een aantal onderwerpen op gezet die ik graag met jou zou willen doornemen. Maar ik ben erg benieuwd naar jouw levensverhaal. Mijn levensverhaal? Nou, ik ben geboren in Eindhoven, 1958, in november. En als kind ben ik heel erg eenzaam op deze wereld geweest. Al heel vroeg had ik door van, Jezus, waar ben ik hier terechtgekomen? Dit is zo'n liefdeloze wereld. En ik had op een gegeven moment in mijn kinderjaar al door, ik zie iedereen, maar waarom zien ze mij niet? Je werd al vanaf, ja, moet ik zeggen, vanaf de kleuterschool werd je dus al onderdrukt in je zijn. Dat wil zeggen, gemanipuleerd, je mocht niet zijn wie je wou, je kreeg steeds op je flikker, je kreeg klappen, ja, noem het maar op. Ik denk dat jij het ook wel ik beter... hoor het momenteel heel veel, ja. Ja. Dat is om de, vanaf, van mijn ervaring uit weet ik nu dat vanaf het moment dat je geboren wordt en dat ze je de klap op je kont geven en zeggen welkom op aarde, dit je eerste trauma zetten. Ja. Dus de eerste impact is al binnengelegd. Ja. En vlak daarna krijg je die hielprik. Dan krijg je die hielprik, je krijgt daarna nog een hoop entingen in je donder gespoten. Waar je uiteraard helemaal niet blij mee bent. Maar geef dat als baby maar aan. Ja, ja. Doe je met huilen of met één, maar er wordt niet nageluisterd. Nee. Dus je merkt al heel gauw dat, je in een complete andere wereld terecht bent gekomen. En daar waar je normaal vandaan komt. Ja. Ik heb dus tot een bepaalde kinderjaren heb ik dus dit gevoel gehad. Totdat ik mijn eigen levenservaringen op ging doen. En natuurlijk ben ik ook niet altijd lief geweest. Je komt, ja. Je gaat natuurlijk bepaalde belevingen opdoen. Ja, op onderzoek. Op onderzoek uit. Wat voelt goed, wat voelt niet goed. En ja, zo maak je dus heel veel mee. Maar ik heb wel altijd vanuit mezelf, ik weet, altijd in contact gestaan met mijn bron. Mm-hmm. Van mijn kind uit. En, maar ja, dat werd nooit niet gehoord, werd nooit niet naar geluisterd, want dan hoorde jij niet in deze wereld thuis. Dan was je of gek, of je spoorde niet, of wat gebruikte je, of wat rookte je, dronk je. Je kent die verhaaltjes wel, die bijna eigenlijk iedereen mee heeft gemaakt. Ik heb dus op een gegeven moment een leuk meisje ontmoet waar ik dus een gezinnetje mee gesticht heb. Ik wist van tevoren eigenlijk al, oké, deze vrouw gaat mijn kinderen krijgen, maar er komt een tijd dat ik ze los moest laten. Nou, dat was dus ook al een heel moeilijke weg. Ja. Want op het moment van zijn dat je dat dan gaat doen, dan werk je zelf tegen. Want je houdt van die persoon. Maar mijn liefde is eigenlijk niet altijd alleen maar voor mijn vrouw geweest, maar ik hield eigenlijk van iedereen. En ja, sommige mensen snappen dat niet. Of sommige, de hele wereld snapte dat toch niet. Dus je bleef toch in jouw leven in een eigen realiteit zitten. Ik wist dat ik dus in mijn leven ook met bepaalde gaven en talenten had. Die dus in deze wereld ook wel paranormale talenten worden genoemd. Paranormale gaven. Maar ik heb dus op het later stadium ontdekt dat paranormale gaven op je pad komen om ervan te leren, om met je vanuit je paranormale gaven de juiste keuzes te maken, zodat deze paranormale gaven dus stil komt te liggen en dat je weer een volgende paranormale gave op je afkrijgt. En ja, dit is eigenlijk heel mijn leven wel doorgegaan. Ik had ook heel mijn leven dus uitredingen waar ik dus niet wist waar ik was. Die dus op een later stadium, toen ik wakker werd geschud, het kwartje viel, wat was dat het hem? Ja. En daar gaan we dus straks eventueel meer uitleg over geven, als jij dat wil weten, of de mensheid wil weten. En ja, tot nu toe, in 2008 kreeg ik een wake-up call. Een wat? Een wake-up call vanuit de hogere zelf. Oké, ja.
Wake up. Het bekende word wakker. Waar wij dan over praten. Word wakker. Ja, en toen was dat op mijn werk. Dus ik was even op mijn werk helemaal het spoor bijster. Ik was bij mijn werk, want ik zat in mijn hoofd helemaal ergens anders. Ik was er dus niet meer bij. Gelukkig had ik een goede baas die dat ontdekte. En die zei, Gerry, ga naar huis. Ga de ziektewet in. Ja. Want er is iets met je aan de hand waar we dus nog niet bij kunnen. Of waar we niet weten. Ik zeg, dat klopt. Ik weet niet wat er in me afspeelt. Dus ik heb lekker jarenlang in de ziektewet gezeten en ben ik in het proces van mezelf begonnen. En dat was al een hele weg. En dat begon dus, toen kwam ook de sleutels van zelfhealing op mijn pad. Waardoor dus ik keihard aan mezelf ben beginnen te werken, want ik had heel veel lage trillingen in me. Onder stress en andere toestanden, die dus heel veel ziektes veroorzaakten. De maatschappij wil ook aan heel veel kinderen dus een stempeltje geven. Of ADHD of ADD. Ja. Kent dat verhaal. En iedere afwijking heeft een pilletje. En, nou, en als je dat pilletje slikt, dan heeft het 10 of 20 bijwerkingen. Ja. Waardoor je dus ook weer... Je hebt wat, je krijgt wat. Juist. Dus je wordt compleet... Ja, uit je balans gebracht en vergiftigd. Ja. Dat is mijn beleving. Ja, dus ik wil wel zeggen, in alles wat ik dus nu vertel, dat mijn beleving en mijn verhaal is. Als er hier mensen zich mee kunnen bevinden, in kunnen vinden, neem ik ook graag met deze mensen contact op. Ja. Heb ik er gesprekken over, noem het maar op. En voor de rest mogen ze er iets mee doen wat ze willen. Ja. Als ze zeggen, er zitten puzzelstukjes voor mij in het verhaal, daar kan ik iets mee doen, mogen ze dat graag in zich tot zich nemen. Ja. En voor de rest mogen ze het slang ergens wegplaatsen, neerzetten voor een later stadium. Dat ze zeggen, hé, maar toen zei hij dat puzzelstukje kan ik nu gebruiken. Ja. Maar dat is ook precies wat ik dus wil. Hè? Dus toen ik jou zo aan de telefoon hoorde, denk ik, ha, dat is een man die kan iets meer vertellen over deze materie dan de doorsnee mens. Hè? Omdat veel mensen toch zeggen, ja, geloof je het zelf wel. Weet je? Ja. Maar dat is het nou net het mooie in de mens. Geloof je het zelf wel? Ze geloven alles buiten zichzelf. Exact. Maar zijn daardoor zichzelf vergeten om in zichzelf te geloven. Ja. En dan kom je dus bij het punt, wat ik dus heel veel tegen ben gekomen, van eerst zien, dan geloven. Ja. En in mijn proces heb ik dus gezien, nee, eerst geloven en dan ga je het zien. Dat kan ook, dus de andere kant. En dan kom je dus bij het punt dat je merkt dat heel veel dingen vanuit jezelf komen. Terwijl, het is ook mijn ervaring althans geweest, ik heb het steeds buiten mezelf gezocht. Yes. Maar goed, we zijn met jouw verhaal. Ja, maar we zijn samen. Dat we elkaar tegen zijn komen, dat je zit te filmen, is niet van niets. Ja. Toeval bestaat niet, dat heb ik ook in de tussentijd ontdekt. En op een gegeven moment in het groeiproces komen de juiste mensen op je pad, wat op dat moment nodig voor je is. Ja. Niet alleen voor mij, maar ook voor jou, Frank. Ja, het is heel duidelijk. Ja, want het heeft... delen doet helen. Ja. Zo is dat uit mijn ervaring gebleken. Dus ik zou zeggen, pas erop los, Frank. Stel je vragen en dan probeer ik ze vanuit mijn beleving en bevinden het zo goed mogelijk uit te leggen. En probeer ik hier de juiste woorden voor te vinden. Okay. Want ik heb ondervonden dat heel veel mensen eigenlijk hetzelfde bedoelen. Maar dan komen we bij het woordenkeus uit. Willen ze het vanuit zichzelf vertellen? Maar dan komt het woord, de keuze van het woord in het spel. En ik heb ontdekt dat ieder woord een veel bredere betekenis heeft als dat we onszelf beseffen. Ja. Nee, dat is zo. En daar leren en ik vroeger ook, geef een feedback. Dus iemand zegt iets, dan je eigen woorden herhalen, zitten we op dezelfde lijn. Ja. Okay. Ja, en probeer elkaar te verplaatsen in elkaar. Ja. Dus ik probeer me te verplaatsen in jou zijn. Ja. En jij probeert je te verplaatsen in mij zijn. Ja. Waardoor dus in onze energieveld, aura, een resonantie van gelijkwaardigheid bestaat. Ja. Waardoor we elkaar beter begrijpen. Beter naar elkaar luisteren. En dat het verhaal ook wat duidelijker overkomt naar ons, maar ook naar anderen. Ja. Zo simpel is het eigenlijk. Zo simpel is het. Oké. Okay. Ja, vragen.
Ik heb een lijstje gemaakt met verschillende vragen. En ik wil aan jou vragen van welke zou jij willen pakken? Hè? Ik heb dus dingen zoals een visie van de mens op, hè? Wat doe ik hier? Mm-hmm. Hoe zie jij het buitenaardse gebeuren? Mm-hmm. Hoe zie je dat binnenaarde gebeuren? Mm-hmm. En daarbij denk ik dan bijvoorbeeld ook aan al die mensen, hè, van de nieuwe wereldorde die nu heel veel onder de grond gaan zitten. Ja. Wat zit er achter dit spel? Want ja, ik zie mijn leven als een spel. Dus ik ben hier nu om het spel in de speeltuin van het leven te doen. Ja. Graancirkelmakers vind ik heel fascinerend. Ja. Entiteiten en demonen heb ik me bezig gehouden. Ja. De entiteiten, dat is verschoven naar de demonen de laatste tijd. Het schijnt bar en boos te zijn. Mm-hmm. Nou, dan ben ik erg verbaasd over mensen dat zeg maar 90% van de mensen gewoon dummies zijn. Ze weten, ze zijn helemaal het spoor bij ze. Ja, mind controlling. HAARP hebben we. HAARP, ja. De chemtrails hebben we. Monsanto, niet te vergeten, Monsanto. Die enorm bezig is. Ja. Dan hebben we de ontwikkeling van de vrije mens hier in Nederland. Ja. Ja. De politiek, soeverein. Al wat gebeuren en zo. Ja. We zijn met gezondheid bezig. Ja. De blije bank, een ander geldsysteem. Ja. Fitness is sinds kort opgestart. Ja, en dan hebben we het Koningshuis. En wat is de rol van het Koningshuis hier in Nederland? Nou, genoeg onderwerpen. Ja. Welke zeg je, nou, daar zou ik wel eens wat van willen vertellen. Nou, zouden we bovenaan het lijstje beginnen? Oké. Wat doen we hier op aarde? Nou, wat we hier op aarde doen is vanuit onszelf dualiteit overstijgen en te leren omgaan met de polariteiten materie en antimaterie. Oké. Om vanuit jezelf in contact te komen met je co-creator, ja. Ofwel co-schepper. Want iedereen gaat nu in deze nieuwe tijd ontdekken dat we allemaal co-creators ofwel scheppers zijn. Die allemaal onze eigen realiteit hier op aarde gecreëerd hebben. Daar ben ik heel blij dit te horen, want het is ook mijn idee wat er momenteel speelt. Ja. Oké. Goed. Dan heb ik staan het buitenaardse gebeuren. Hè? Er zijn mensen, geloof je het zelf, dan gaan we weer. Ja. Maar ik heb zoveel mensen in mijn groep die daarover praten en die naar mij toe komen en dan ook zeggen, Frank, ik kom van Retica, ik heb het niet eens uitspreken, en ik kom je helpen. Ik heb geleerd niet te oordelen, dus dan zeg ik niet ja of nee. Het is niet alleen belangrijk. Maar, het is jouw verhaal en het gelukkig is dan in de nulpuntgroep, hè, waar ik dan de initiator van ben, kunnen deze mensen dan ook rustig hun verhaal doen zonder dat men meteen begint van je spoort niet. Ja. Dus waar hadden we? De buitenaardse. Ja. Hoe zie jij dat? Nou, wat ik in mijn beleving heb ontdekt, ongeveer 22 jaar geleden heb ik buitenaardse ruimtevaartuigen. Ja. Toen gaf ik er zelf ook nog buitenaards naam aan. Ik reed met mijn auto dus door een bospad, over een boerenweggetje, wel een verhard weggetje. En 7 meter van mijn auto af verschenen 3 lichtbollen die mij volgden. Ja. Die een bepaalde lichtsignalen gaven. En van het ene moment dat ze me volgden langs mijn auto, schoten ze in één keer weg naar boven. Lieten ze hun eigen nog even zien en schoten in een andere dimensie in een portaal. Ja. En toen waren ze weg. En voor mij was het een heel normaal gegeven op dat moment. En ik zeg, ik heb altijd geweten dat jullie er zijn, alleen ik had ze nog niet waargenomen. Ja. Maar dat heeft ook te maken dat ik toch vanuit mezelf altijd wel in mijn bron heb gezeten. En dat er dus heel veel in mijn onderbewustzijn nog niet wakker was. Of wel in slaap werd gehouden door manipulerende technologieën die hier op aarde heersen. En daar kunnen we later eventueel nog altijd een verhaal naar. Vanuit dat verhaal is in mijn ontwikkeling vanaf 2008 naar nu heb ik ontdekt, maar voor mij zijn het helemaal geen buitenaardse UFO's. Voor mij zijn het bekende. Mm-hmm. Heel veel mensen zoeken buiten zichzelf, terwijl ze nog niet in zijn balans zijn, naar het buitenaards contact. Terwijl de eerste stap om naar in contact te komen met buitenaardsen, ofwel de feminist, het vanuit jezelf begint.
vanuit liefde, vanuit het hart. Ja. Meditatie en dan komt het contact vanzelf. Ja. Ik heb daar zo mooie belevingen en ervaringen mee gehad, zoveel mooie ontmoetingen met hele mooie wezens, want voor mij is iedereen mooi, welke wezens dan ook. En ik heb iedereen lief. Maar omdat ik al uitgelegd heb, ik heb bepaalde talenten mm-hmm. en bepaalde gaves waar ik dus nu mee werk, die dus op dat moment ook mogelijk waren om met deze mensen in contact te komen. En deze wezens. En mensen, de mensen kunnen eigenlijk nog niet bevatten hoe breed en hoe druk dat het daarboven is. Ja, dat heb ik ook wel eens ervaren ja. bij een sessie met een ceremonie. Ja, dat zou je kunnen ervaren door een meditatie. Ja. Om het in jezelf op te vragen om het een keer te mogen beleven. Ja. Ja. Dan heb je kans dat ze daarboven zeggen, oké, Frank. Ja. We komen je eens een keer in die meditatie bezoeken en we nemen je mee. Ja. Kijk, want ik ken dus veel mensen die dus dezelfde ervaring hebben die jij hebt. Mm-hmm. Nou, dan kom je bij niet oordelen, het is jouw verhaal. Is mijn dus verhaal. Voor mij is het gewoon zo, want Australië heb ik nooit gezien, maar het bestaat wel. Hè? Ja. Dus, wat mij dus in al die jaren dus verbaasd heeft bij mezelf, dat ik die ervaring, dus ik heb nog nooit een UFO gezien, ik heb nog nooit een entiteit gezien, ik heb nog nooit, enzovoort, enzovoort. Terwijl ik wel weet dat ze er gewoon zijn. Ja. Waarbij ik dan zelf ook denk, ik ben het zelf. Dat ik het zelf creëer op dat moment. Hè? Dus, ja. En dat zeg jij ongeveer ook. Van, hè? Ja. Je zegt zo op je daar hart, kan ik mijn verhaaltje ook over doen. Ik doe ook heel veel oefeningen momenteel ook vanuit mijn hartstreek. Ja. Ja. Oké. De binnenaarde. Wat ook is een verhaal wat rond spookt. Ja. Agatha. Ik kan hier iets over vertellen, maar dan moet ik even een voorverhaal geven. Ik heb namelijk ook, omdat ik aan mijn proces heb gewerkt, heb ik dus 9 levensherinneringen van vorige levens. Ik weet dat ik 25 keer op aarde geweest ben. En dat ik ook in binnenaarde geleefd heb. Oké, dus het antwoord is eigenlijk mij, al gesteld. De binnenaarde in jouw beleving is gewoon een... Vaste realiteit. Een realiteit. Staande realiteit. Okay. Dan, als ik aan die binnenaarde nu denk, dan weten we dat nu de nieuwe wereldorde, die jongens, die zijn allemaal druk bezig om zich in de aarde in te graven met tunnels en al dat soort toestanden. Ja. Wat vind je van deze groep mensen die hier zo druk mee bezig zijn? Nou, ik moet er alleen maar om lachen, want ze denken ze eigenlijk allemaal te kunnen verstoppen. Ja. Nou, ik denk dat het weinig nut heeft, want het bewustzijn, de kracht die we bezitten, worden ze toch. En ook moeder aarde niet te vergeten. Die doodt ze wel weer omhoog of naar boven. En okay. Ja. Verstoppen kan jij je niet. Ja. Dus we hoeven er eigenlijk weinig energie aan te geven. Geef er je energie niet aan, want het heeft geen nut. Wat zit er achter dit spel? He, want ik zie het toch duidelijk een spel. Wij zitten in een wereld van tijd, dus we kunnen nu hier die dingen ervaren vanwege de tijdfactor. Ja. Wat mijn ervaring is, wat ik dus van mijn zijn uit weet, is dat wij in een virtuele realiteit leven die gestuurd wordt door een kunstmatige brein, een PC, waar we allemaal ons hoofdrol in spelen in het spel. In deze holografische wereld. Maar er is nog veel meer. En het is vanuit jezelf, om vanuit het spel dus te zeggen, oké, ik maak voor mij hier endgame van. Dan kom je dus in de wereld van de holografische wereld terecht. En als je endgame hebt gemaakt, dan zeg je kijken, hoe kan ik hier in dit spel zelf de regie overnemen? De co-creator, dus een nieuwe wereld, een nieuw spel te creëren. Ja. Maar dat kan je alleen maar vanuit liefde. Ja. Door sowieso niet te oordelen, zelfs niet over de Illuminati, de Rothschilds, de 13 bloedlijnen. Zelfs niet over de reptilians of de dragoniers die in onderzeese watersteden leven. Er zijn er nog verschillende. En er zijn er die er nu voor gekozen hebben om op aarde te blijven om te. Hoe moet ik dat ook alweer? Ja. om dus mee te gaan naar de 5D. Om dus in het nieuw bewustzijn te komen. Dus ja, waarom zou je hun die kans ontnemen? Als zij hier ook de keuze voor maken om naar het licht te keren komen.
Ik ontneem ze dat niet. Nee. En iedereen verdient die kans, ja. Ook zij. Ja. Want ik hoor dan wel eens van... alles is één, iedereen is één. Dus ik ben ook een alien geweest. Ik ben ook een Illuminati geweest. Ja. En dat... Ja, dat is toch eigenlijk wel een logische gedachte. Want als je daarvan uitgaat, dan wordt het ineens heel anders. Ja, heel veel mensen vergeten, en dat is ook de wetenschap die zegt, we hebben twee DNA-strengen. Kan ik jou, en de rest is junk, kan ik jou vertellen, we hebben veel meer. Mm-hmm. Ik weet nu dat we op het moment 14 DNA-strengen hebben. Die dus ook geopend gaan worden naar de mensheid toe. Mm-hmm. Alleen, jouw stukje doe je zelf. Want vanuit het Egyptische, als je dan de hiërogliefen neemt, praten ze in de hiërogliefen, die vertaald zijn of verwoord vanuit vertaling, praten ze over de bovenwereld en de onderwereld. Nou, dat is een mooie verkeerde vertaling, want het gaat namelijk om jouw buitenwereld en jouw innerlijke wereld. De realiteit, de buitenwereld die jij waarneemt en de innerlijke wereld, de reis die je door jezelf maakt. Daar kom je namelijk ook de vier paardwachters tegen, de poortwachters. Ja. Die vier poortnachters, die kan ik benoemen. Toch niet die Petrus ook, waar zoveel mopjes over zijn? Ja, nou. Of hoort hij er ook bij? Dan kan ik een bepaalde zielslijn benoemen. Dat is Anubis, Thoth en Horus. Dat zijn de eerste drie. En dan vragen zich heel veel mensen af, ja, wie is dan die andere poortwachter? De bewaarder van de ziel. Om die portalen te openen. En dan kan ik een heel mooi kort een simpel antwoord opgeven. Die vierde poortwachter, dat ben je namelijk jezelf. Ja. Jij opent op dat laatste traject je eigen DNA naar je hogere zelf toe. Dat is een mooie. Ja, dat, zo simpel is het. Daar moet ik eens over nadenken. Die had ik nog niet gehoord. Ik zeg altijd tegen de mensen, denk niet te veel. Ja. Zoek het ook niet, want dan zal je het niet vinden. Maar ga in je rustpunt, mediteer, het liefst zonder geluid, in de stilte. En luister in de stilte naar wat die zegt. Ja. En daar zit je antwoord. Alleen ja, heel veel mensen, hoe stilte? Ja. Dan komen ze in die angst, hè? Ja. Die stilte. Ja. Nou, dan heb je dus nu zeg je dus ook een mooi woord, angst. Ja. Nee, want angst is, dat woord wordt heel veel gebruikt in onze groep, zeg maar. Angst, ja. Angst. Vertel daar eens wat over, hoe jij dat... Ik kan je zeggen, angst is een van de laagste trillingen hier op aarde. En angst is je slechtste raadgever. Ja. Dus als je naar je angst luistert, zal je er nooit komen. Ja. Dus overstijg die angst. Laat je angst los. Veel zullen zeggen, maar dat is niet simpel, dat is niet makkelijk. Nee, dat komt ook omdat er dus heel veel manipulaties en niet de juiste informatie om dit los te laten, om die angst te overwinnen in jezelf. Nu gelukkig heb ik die hele simpele sleuteltjes, die woorden, op een volgorde neergezet, waardoor jij dus die kunt transformeren. Want, herhaal even, wat zeg je nu? Waardoor je deze... Nee, gelukkig heb je daar... De simpelste sleuteltjes voor, woorden, vanuit gedachtekracht, vanuit de wet van de aantrekkingskracht, waar je zelf in meditatie of in het proces zelf iets mee kan doen door deze in de volgorde uit te spreken, waardoor dus een transformatie begint, waardoor je dus het stukje in balans brengt, waardoor er voor jouzelf een stukje DNA geopend wordt en waardoor nieuw bewustzijn voor jezelf uit ontstaat. Oké, dat is een hele mooie. Want ook angst, die velen als hun grootste vijand zien, kan ook je grootste vriend zijn. Ja. Dus oordeel ook niet over die angst, want het is een trilling. Oké. Ja, dat is een hele belangrijke, ja. Goed. Dan heb ik op mijn lijstje staan graancirkels en graancirkelmakers. Want ik zit er al heel lang bij en dat is ook weer zo'n fenomeen wat gebeurt. Ja. En ja, ik vind het gewoon fascinerend. Wat is jouw visio verhaal daarbij? Of over graancirkels. Ja. Nou, er worden natuurlijk graancirkels gemaakt door mensen. Door met allerlei plateautjes over graan te gaan. Maar dat zien we ook zo, dat hoef ik maar mee te gaan te doen. En dan weten we ook zo dat het is schoon met de voet getrapt en zo.
Maar er zijn ook graancirkels dat ze zeggen, hé, hoe komen die? Hoe verschijnen die hier plotsklap? Want er zijn erbij die in een paar seconden in één keer uit het graan ontstaan vanuit het magnetisch veld. Ik wil even hier een voorbeeld geven nu. Ja. Vorige week maandag is in Hoeven, Robert van der Broeke, is dus ook weer wat gebeurd. Robert werd 's morgens wakker. Hij zei, er gaat wat gebeuren. Hij is er met Stan naartoe gegaan. En het was een beetje een viezig weer. Ze stonden daar en dachten, ja, wat doen we hier nou eigenlijk? En toen ineens werd het stil. Zo omschrijft hij dat. Ja. Dus hij hoorde het geluid van de auto's niet meer. Hij zegt tegen Stan, zet je filmtoestel aan, want er gaat nu wat gebeuren. En er was ineens een UFO. Zo groot als een huis, zilvergrijs. En uit die UFO kwamen dan ook van die bollen, zoals Jess ook al eerder schreef. En die gingen daar hun ding doen. Die gingen over het veld heen. En daar kwamen zo'n 25 van deze cirkels. Ja. Daarbij zagen ze dan ook nog op aan het eind van het veld een paar grote personen staan. Ik dacht 3-4 meter. Een beetje schimmig. Net alsof ze de boel in de gaten stonden te houden. Nou, we weten... De meesten weten wel dat als Robert dat vertelt, dat het zo is. Ja. He, dus daar hebben we dus hier in Nederland, dus daar hoeven we niet naar Engeland toe te gaan. Nee. Dan pak ik dit voorbeeld gewoon in Nederland. Ja. Net een week terug gebeurd. Wat is jouw visie daar dan bij? Wat gebeurt hier? Ja, nou, ik weet dat het gewoon een realiteit is die er is. Ja, velen noemen nog deze families buitenaardse, maar voor mij zijn het geen buitenaardse meer. Hoe komt dat? Ik heb namelijk ontdekt in mezelf, ik heb er ook lang buiten mezelf naar dat buitenaardse gebeuren gezocht. Maar toen ontdekte ik, op een gegeven moment ook met die vortexen en lichtschepen en alles als je bezoek kreeg, dat ik op een gegeven moment ook met uitreden in mijn eigen lichtschip kwam. Want ik ontdekte dat we niet één lichaam hebben, maar dat we in het nu 7 lichamen hebben. In een andere realiteit, een andere dimensie. Maar wanneer ik ontdekte dat ik in een andere dimensie, een andere realiteit, dus ook een persoon was, die een lichtschip had, een ruimteschip, waar ik door zelf, met uitreden, heerlijk door het universum kan reizen. Zo simpel is het eigenlijk. Zo simpel is dat. Dus deze lieve jonge man heeft hoogstwaarschijnlijk naar mijn visie, omdat hij die ingeving ook kreeg van ga naar buiten, want er gaat iets gebeuren, dat ze vanuit zijn eigen, een van zijn eigen 7 lichamen, dit berichtgeving heeft gekregen voor zichzelf om naar buiten te gaan. En zich hebben laten zien en dus ook die graancirkels hebben gecreëerd. Ja. En dat het een van zijn eigen ruimteschepen is. Maar goed, het is mijn visie, mijn beleving, omdat ik vanuit ervaring dit ook zelf mee heb gemaakt. En alle mensen en personen mogen hiermee doen wat ze willen met deze informatie. Maar het is mijn waarheid en ik laat ook iedereen graag in zijn eigen waarheid. Is dat vraagje ook beantwoord, Frank? Of? Ja, het is een aanvulling tot. Het blijft toch nog een klein beetje wonderlijk. Ja. Maar we kunnen toch wel stellen, het is realiteit. En dat is al een hele stap. Want de meesten zeggen, eerst zien, dan geloven. Geloven, nou, ja. Ja. Nou, dan heb ik mezelf een tijdje bezig gehouden met, dat heet dan woonbiologie. En daar had ik onder andere te maken met entiteiten en demonen. Ja, heel mooi stuk. Wat zijn jouw ervaringen daarmee? In mijn proces, vanaf het moment dat ik in 2008 wakker ben geworden. Ik heb het al over de poortwachters en zo gehad. Ja. Identiteiten, demonen. Monsters, wat ze op tv ons allemaal laten zien, dat bestaat niet eens. Dat is die manipulatie vanuit een groepering, corporaties, Illuminati, hoe ze ook benoemd worden, die ons willen laten geloven, dus dat er identiteiten bestaan, monsters, spoken, en noem het maar op, om de mensen alleen maar in zijn angst te zetten. Dat is het. Daar hebben we... Ja, nee, maar dat is het antwoord in deze. Zo simpel is het. Dat is ook mijn ervaring. Angst. Ja. Hè, we worden geregeerd. Maar ik was nog niet uitgepraat aan Frank. Want ik wou hier dus iets over uitleggen. Ik heb dus ook een huis. En heb ik dit stukje dus al op huis staan. Ja. Waar ik de mensen waarschuw voor mediums. Mm-hmm. Healers. Die dus niet vanuit een zuivere intentie met anderen bezig zijn of helpen. Want er zijn mediums die zeggen, oké,
Je hebt een spook of een identiteit of een zielenhuis. Die zullen wij wel eventjes verjagen. Ja. Nou, ik kan je dus hierin uit vertellen, verjagen mag je ze niet. Want als ik in mijn beleving terugga, weet ik nu dat de tijd, de ruimte en de dood niet eens bestaat. Dat is ook weer een manipulatie vanuit de wetenschap. Maar ja, goed, ik ga er verder ook geen oordeel over geven, omdat ik mijn eigen waarheid heb. En ik laat de mensen dus in hun waarheid. Maar wat ik dus ervaren heb, dus dat er dus heel veel manipulatie hier op aarde is. Zelfs manipulatie van de mensen om je heen. Vanuit gedachtekracht. Mindcontrolling vanuit gedachtekracht. Maar er zijn ook apparaten. Waar dus mensen met mindcontrolling in het apparaat dus deze kracht versterken. Dus het over de aarde brengen. Waardoor ze dus nog meer mensen kunnen manipuleren. En de frequentie naar beneden kunnen trekken. Waardoor jij denkt in een bepaalde realiteit te zitten. Die niet eens klopt. Maar jij leeft ernaar. Dus je wordt een puppet in deze realiteit. En je leeft ernaar. Plus dat jouw energie, want je hebt je eigen energieveld, je eigen aura. Dus ze jou gebruiken als een batterij in dit systeem. Want ik had het al over die virtuele realiteit. Kunstmatige realiteit. Die gestuurd wordt door een PC. Hè? Ja. Kunstmatige brein. Ja, ik vind dat een mooie omschrijving. En dat systeem voeden wij met onze energieveld. Door te oordelen, boos te zijn, geïrriteerd te raken. Door oude traumatische ervaringen, emoties. En zolang wij daarin blijven zitten, voeden wij dat oude systeem, waardoor dat systeem kan blijven bestaan. Ja. Want wat je nu zegt is heel, heel, heel belangrijk. Dat is ook mijn beleving momenteel. Ja. Zolang we dat blijven voeden, voelen. Blijft dat systeem. Ja. Ja, blijft dat systeem staan. En dan komen we straks ook op het aspectje batterijen. Want de mensen hebben niet in de gaten dat ze zelf voor dat systeem een eigen accubatterij zijn. Op dat soort hè. Maar daar komen we straks verder op terug. Goed, we gaan even kijken. Dus hierbij aansluitend komen dan de ervaring die ik momenteel heb, dat zeg maar 90 en misschien wel meer mensen zich als dummies gedragen. En dat wordt dus eigenlijk veroorzaakt door die angst, door die constante mindcontrol is daar een mooi woord ervoor. Ja. Nou, in mijn pad van healing, van mijn zelfhealing, heb ik dus een heel mooi pad bewandeld. Dus ik kreeg allerlei puzzelstukjes naar me toe. Ik heb namelijk in dat pad namelijk ook dat het met mijn zelfhealing te maken heeft. Dus ik ging ook mensen healen, maar wel vanuit een zuivere intentie, voor ook geen geld voor. Maar als je aan zelfhealing denkt, dan heal je ook meteen andere personen. Ja. Want het is wederkerig voor beide polariteiten. En als van beide kanten deze intentie zuiver is, dan opent zich ook weer een portaaltje, een stukje DNA, waardoor beide personen weer een stapje verder kan. Van daaruit heb ik ook ontdekt, ben ik dus op een gegeven moment ook een pad gaan bewandelen naar grafheuvels, andere plaatsen, waar ik dus ook op een gegeven moment portalen ging openen. Maar daar kunnen we straks even door verder komen. Want dat zijn misschien stukjes wat de mensheid nog niet kan bevatten, want dat heeft nog met leilijnen te maken, de aardelijnen. Waar dus ook heel veel kerken opgeplaatst staan, piramides, gebouwen vanuit de politiek, het leger en andere wezens die dus deze leilijnen heel lang gemanipuleerd hebben. Maar ik hoef jou denk ik niet te vertellen, Frank, dat wij een enorme hulp hebben vanuit andere dimensies, ander bewustzijn en dat inmiddels de aardelijnen weer heel zijn, op zijn plaats zijn. Het is mij niet bekend, maar ik kan het jou zeggen. Ja. Op die leilijnen boven die gebouwen, dan gaan we dus naar de vijfde dimensie. Weet ik nu dat er al op al deze kruisingen van de aarde, dus nu allemaal de kristallen lichtsteden staan, groter en kleiner, de kristallen piramides. Want ook in de channelings van Salusa en andere channelings zitten bepaalde informatie in, wat ik zeg. Ja, dit past niet helemaal bij mijn zijn. Ja. Dat ze ook over praten over, dan gaan we met moeder aarde in. Of dan gaan we naar de steden in, binnen aarde van Agatha. Maar ik weet nu vanuit mijn zijn, dus dat deze kristallen piramides dus ook al
om de buitenaarden staan, om de leilijnen en alles. En die dus ook deze mensheid dus nu een transformatie geeft, waardoor dus de mensen het DNA van de mensheid en dus de moleculen en allerlei andere lichaamsdelen in je lichaam dus omgetransformeerd wordt, zodat we met z'n allen dadelijk naar die vijfde dimensie kunnen. Ja. En nou zeg je dat zo mooi, hè? We kunnen naar de vijfde dimensie. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ga ik dan als een fysiek lichaam daar naartoe? Het mooie, dat is een heel mooie vraag. Want heel veel mensen hebben gedacht. Daar heb ik nog niet echt een antwoord op. Want wij praten dan al zo lekker over tweede, derde, vierde dimensie. Nou, tot de derde kan ik allemaal volgen. De vierde dimensie, ja. Maar als we naar 5, 6, 7. Ik weet het niet. Laat ik heel eerlijk zeggen, ik weet het niet. Ik laat het gewoon los. Het geeft ook niks, want dan is het. Dan komt dat nog voor jou wel. Ja. Dat is jouw proces waar je nog in gaat. Want jij gaat toch in dit leven daar naartoe. Ja. Toch ook nog je eigen ervaring en beleving opdoen. Ja. En daar heb je voordat je op aarde kwam zelf voor gekozen. Ja, daar ben ik wel van overtuigd. Dat zo ongeveer waarschijnlijk het spel gespeeld wordt. Ja. Dus loslaten en laat het maar gebeuren. Goed zo. En blijf proberen. En blijf lachen. Zeg ik dan. Zeer belangrijk. En blijf zoveel mogelijk in het nu te zijn. Ja. Ja. Nu. Ja, maar we zouden hier nog verder op antwoorden. Nou ja, dat de mensen de dummies. Ik heb hier naar opgeschreven HAARP. Nou, dat is dan ook zo'n instrument. HAARP. Weercontrolling, mindcontrolling. Trails hebben we dan. Trails, wel of niet. Dan vind ik zelf toch wel een hele belangrijke wat nu gebeurt is Monsanto. Daar heb je ook vast wel wat over te vertellen. Ja, ik kan zelfs nog meer vertellen. Ik heb er al wat. Even Monsanto, wat is dat? Ja. Monsanto is GMO. Ja. Dus dat de planten, de zaden, gemanipuleerd worden. In het DNA van de plantenstructuur, waardoor ze dus een andere. Hoe moet ik dat uitleggen? Een andere DNA-structuur aannemen, waardoor ze dus gezaaid kunnen worden en dus voor bepaalde pesticiden zelf niet resistent zijn. Waar ze dus resistent voor zijn, waardoor dus onkruid, waar eigenlijk de goede planten van mij zijn, dat zijn geneeskrachtige kruiden, daardoor waardoor ze die kunnen kapot spuiten. Mm-hmm. Ze leggen op die zaal ook nog patenten, waardoor ze dus op aarde een machtscontrole krijgt. Als je dus bepaalde eigenschappen op aarde hier onder controle hebt, een patent hebt en je macht hebt, en jij kan bepalen wie er mag eten en niet mag eten, of mag drinken en niet mag drinken, dan weet jij wel wat er met deze planeet gaat gebeuren. Dan kunnen zij bepalen dat die persoon mag leven en die persoon mag niet leven. Dan gaan ze hier een beetje voor God zitten spelen, terwijl ze helemaal God niet zijn. En dus hier dus uit mijn beleving, ik geef ze gewoon liefde, ik oordeel ook niet over hen. Ik hoop dat ze ook alleen maar wakker worden en dat ze zich aan de kant van het licht scharen. En dat ze dit los gaan laten en dat ze de zaak weer gaan herstellen. Nou is er dus een enorme kracht bezig vanuit het universum. Dus die de boel aan het herstellen, daarom ook over die kristallen. En er is iets moois wat ik kan vertellen. Vorige week heb ik dus met mijn vriendin, mijn nieuwe vriendin die ik ontmoet heb, de polariteit van mij, de tweelingziel, ofwel, ze noemen ook wel eens in het verhaal de tweelingvlam, maar je kan het ook zeggen een polariteit van je zijn. Dus stukjes die ik mis, die is zij. Ja. En we trekken op bepaalde polariteiten elkaar aan als een magneet, dat is echt goed. Oef. Zo, en nou zoek ik het samen maar uit in dit spel, wat weer mag en niet mag, en probeer samen maar in de balans te komen. En het mooie van dit verhaal is, vorige week hebben wij dus een pad bewandeld vanuit Geemert, zijn we rond gaan fietsen en zijn wij bij het portaal van Moeder Natuur uitgekomen, van de natuur. Met de sleutel, en die portaal is mooi ook geopend, dus dat verhaal met de natuur en Monsanto. Ja, je ziet nu dus ook steeds meer mensen tegen Monsanto in opstand komen. Dus dat gemanipuleerd met de zaden, dat ze dat. En dat klopt ook, want de natuur gaat nu weer zijn weg vinden. Dat betekent ook dat deze zaden van Monsanto, die gemanipuleerd zijn, dus nu hele lieve wezentjes uit de aarde krijgen, die dus deze plantjes op gaan eten. Omdat zij nu immuun zijn voor deze plantjes. Waardoor dus de normale zaden straks weer zich kunnen
planten manifesteren en zich kunnen ontplooien en tot bloei kunnen komen. Nou, dat vind ik heel mooi wat je nu net zegt, want velen zullen zich dat nog niet realiseren. Nee. Ik heb dit dus ook nog niet gehoord, wat jij nu hier vertelt. Dus nou, ik wil zeggen, vertel het nog een keer, dat we het duidelijk horen. Nou, dus er is de portaal van Moeder Aarde, ja. De natuurportaal, is sinds vorige week geopend. Waardoor dus Moeder Natuur dus zich kan herstellen. Dus ook de juiste energieën naar de plantjes en alles krijgen. Dus in de aarde ook een hoop mooie lieve wezens zitten. Wat we kunnen vergelijken eigenlijk met ons immuunsysteem. Ja. Het immuunsysteem is nu geactiveerd. Waardoor dus de planten en de zaden die dus niet vanuit een zuivere intentie gezaaid en geplant worden, dus aangepakt worden door deze immuunsysteem. En dus ja, gewoon plat gaan. Dus mensen, maak je dus niet druk. Want er wordt aangewerkt. Ja, dus. En we doen, het mooie is, de meeste mensen beseffen nog niet eens dat ze het vanuit het bewustzijn of onderbewustzijn het allemaal zelf doen. Ja. Alleen de ene is er zich bewust van en de andere is er zich nog niet bewust van. Maar dat gewoon, dat komt. Ja. Want we volgen het schema en als we allemaal tegelijk zouden wakker worden, dan zou dit proces weer mislukken. Ja. Want het is al twee keer mislukt. Om dus de aarde vanuit de materie naar de vijfde dimensie te brengen. Ja. En dit keer kan ik jullie zeggen, het is gelukt. Oké, dan kom ik dus weer bij die vraag. Ja? Hoe moet ik me die vijfde dimensie voorstellen? Ben ik dan gewoon Frank zoals ik nu rondloop? Of ben ik een andere flank waar ik nu een beetje naartoe ga, dat ik eigenlijk me verbaas, verwonder en eigenlijk veel lach van jongen, dat ik dit allemaal mee mag maken. Ik denk dat het bijna dezelfde Frank is, maar een Frank die zich veel bewuster is van zichzelf. Ja. In het proces van zijn zijn. Ja. Naar de aarde toe. Onze moleculen, fotonen, atomen, de cellen, zitten namelijk nu op een, worden nu namelijk aangepast door deze transformatie die zich nu op aarde bezig is. Er stroomt nu namelijk een enorme energie Moeder Aarde in vanuit het universum, vanuit de portalen. En waardoor de frequentie maar omhoog blijft gaan en omhoog blijft gaan. Wij zijn daarmee verbonden, we lopen op Moeder Aarde en die energie gaat via onze voeten dus omhoog. Waardoor er dus een hoop bagger bij ons naar boven geduwd wordt. Je belevingen, ervaringen, emoties die dus jij met de juiste sleuteltjes kan loslaten, het in balans kan brengen voor jezelf daar ook dat nieuw bewustzijn uit kan creëren. Ja. Dus waar dus ontstaat co-creatie. En dat is heel het proces wat er zich nu afspeelt op aarde. En zo gaan wij met z'n allen, die dus op aarde blijven, die daar ook de keuze hebben voor gemaakt om op aarde te blijven, gaan wij met z'n allen, met het fysieke lichaam, aangepast dan hoewel naar die vijfde dimensie. En ik kan alle mensen zeggen, ontdek hierin hoe bijzonder dat jullie hierin zijn, wat jullie met z'n allen bewust of onbewust nu voor elkaar hebben gebracht, want velen weten dit toch niet. Waar we nu naartoe gaan, hebben jullie allemaal, dus ook jij Frank, je eigen stukje in bijgedragen. Ja. Zo mooi is het. Ja, ik zeg ook nu steeds weer van, je bent bevoorrecht, of je bent bevoorrecht dat je nu leeft, want wat er nu allemaal gebeurt, dat is onvoorstelbaar. Ja. En ja, geniet ervan. Geniet ervan. En vooral dus niet in de angst. Niet angst, niet want oordelen. Dat is dus, ja, niet oordelen en angst. Ja. Nou, dan gaan we. Ik wil dat hier. Ik heb nog een paar dingen staan, maar die vind ik eigenlijk minder belangrijk. Dat laatste vond ik wel eigenlijk de essentie waar het om gaat. Ja. Dan gaan we dus het co-creëren. Wij zijn het dus zelf. Dus wij kunnen dus ook creëren. En ja. Het volgende deel zal dan gaan over jouw hobby met de batterijen. Ja, en, ja een klein hobbytje wat een beetje uit de klauwen loopt. Ja, energie die je kunt vangen. En ja. Dat is dus een stukje wat dus ook mijn focus is geweest. En ook denk ik mijn ding waarom ik weer teruggekomen ben hier. Ja. Moeder aarde schone energie geven. Dat is mijn focus. En, ja. Nou goed, jij gaf dus aan van ik heb diverse dingen ontdekt. Ja. Herontdekt is het dan meestal. En ik hoop dat wij hier, zoals ik dus de nulpuntgroep als een soort platform nu hier neergezet heb. Dat wij daarmee aan de slag kunnen gaan. En dat veel mensen dan ook zeggen, goh. Dat is interessant en dat ook op kan pakken. Ja. En dan gaan we nu lekker even een
een bakje doen. Een bakje doen is goed. Oké, Frank. Die vijfde dimensie, dat blijft me toch nog steeds een beetje bezighouden. Hoe moet ik me als simpele ziel hier op aarde, maar dat voorstellen, vijfde dimensie, eerste, tweede, derde, vierde, vijfde? De vijfde dimensie is eigenlijk, gewoon simpelweg gezegd, een nieuw hologram. Een nieuw hologram, vanuit die computer waar we het net over hadden. Bijvoorbeeld. Dus een nieuw softwarepakket. Een nieuw softwarepakket. We gaan dus nu weer een nieuw spel bedenken. Want een nieuw spel. Dat zegt mijn vriendje Evert ook steeds. Ja. Het is maar een spel. Het is maar een spel. Ja. Het spel van co-creator en schepper. Want we gaan ook leren om een schepper te zijn. Ja, maar dat gaan we straks bespreken. Nou, een hologram. Nou, ik ga een heel simpel voorbeeld geven. Mensen die Star Trek hebben gevolgd. Ja. Dan zie je op een gegeven moment in de serie Star Trek dat ze een kamer hebben waar ze dus een holografische wereld kunnen creëren. Ja. Dat is een hologram. Ja. Oh, ja. Dus ze kunnen daarin hun eigen realiteit creëren, scheppen. Waar ze dus oefeningen kunnen doen, wapentechnieken, dualiteit. Hè? Dat is een heel mooi voorbeeld om dat voor te geven. Ja. Zo kan je dus eigenlijk de dimensie zien naar een hologram. Aha. Dus we hercreëren dus de aarde een nieuwe. Het mooie is, in het proces dat ik gegroeid ben naar mijn hogere zelf, in het bewustzijn, heb ik dus ontdekt dat voor mij, want dat is dus voor mij, mijn beleving, voor mij helemaal geen dimensies meer bestaan. Voor mij is het eenmaal allemaal open. Want ik heb ontdekt, als je ergens een dimensie aangeeft, dat het ook jouw bewustzijn belemmert. Want een dimensie is toch ook aan iets weer een begrenzing geven. En we willen namelijk van die grenzen af. Ja. Ja. Zoals op aarde hier landen, grens, dimensie, grens, en ga zo maar door. De meeste mensen realiseren zich niet dat het nog veel breder is als dat we kunnen waarnemen, voelen, ervaren of beleven. En daarom is het ook zo belangrijk in het nu te blijven. Want alles is constant op het moment in beweging en aan het veranderen. En in het nu sta je best in balans om dus dit te ervaren te blijven en dit past bij mij of dit past niet bij mij, waardoor je het loslaat. Ja. Maar zo leef ik namelijk ook. Als ik dus iets op me afkrijg en het is vanuit mijn gevoel niet zuiver, mag het voor mij niet eens ontstaan. Ja. Want dan zeg ik nee, dat komt niet in die vijfde dimensie, dat wil ik niet. Zo simpel is het eigenlijk. Ja, ik vind het een heel mooi voorbeeld. Ja. Ja. Was dat over dimensies iets duidelijk uitgelegd? Ja, beetje. Dus, ja, dat kan ik wel wat meer voorstellen als voorbeeld. Want die Star Trek films en zo, en wezen, denk ik, dat is gewoon realiteit. We hebben dat zelf. Hè? Dus ze zeggen science fiction. We denken maar dat het illusie is, maar alles. Ze zeggen science fiction, maar het is een science fact. Het is, we zijn daar al lang in ons bewustzijn geweest. We hebben heel die periode al beleefd en ervaren. En we spelen het spel weer opnieuw. We spelen het niet opnieuw. We zijn alles in het universum in balans aan het brengen. Dat gaat daar voorbij dus, ja. Dus alle tijdlijnen, tijdslussen, wat ze dus zowel het geknoei in de toekomst en in het verleden, van de reptilians, de dragoniërs, van de, wat ook in de Duitse tijd door Hitler is gedaan, met de bijl. Ja. Dus dat geknoeien om in die macht, om die macht te hebben, dat wordt allemaal rechtgezet nu. Ook door wezens in het universum. Ja. Ook door de zielen die dat toen de tijd gedaan hebben, die dus in een bepaalde dimensie zitten. Die dus, ik heb die in mijn meditatie bij me gehad. En dan gaan we dat samen doen om dus dat recht te zetten. Ik zeg al, ik heb een heel mooi pad bewandeld en ook met tijdslussen, dimensies. En om vanuit mijn zijn daarmee te werken. Om het recht te zetten voor iedereen. Naar die nieuwe wereld toe, die nieuwe aarde, nieuwe dimensie. Ja. Dat is best wel, en ik doe dat vanuit liefde en onbelang. En je hoeft maar te zijn puur liefde. Dus daarom moet je ook geen angst voor iets hebben. Ja. Want als angst is, kan jou al een negatieve trilling, lage trilling bevatten, die niet bij je past. Maar dat willen we niet. Oké, Gerry. Het is me duidelijk, angst is een hele slechte raadgever. Ja. En we gaan in een andere filmpje gaan we eens kijken wat wij dan als mens zou kunnen co-creëren. Ja. Bedankt voor het kijken zover. Tot de volgende keer.
Geen dank, Frank, en je bent altijd welkom.